De financiële situatie in Suriname is er deels de oorzaak van dat veel gronden niet overgedragen kunnen worden. Simpelweg omdat de mensen het geld niet hebben om de kosten van overdracht te betalen. Mahinder Yogi, voorzitter van de commissie van rapporteurs van de wijziging van de zegelwet, hoopt hier een verandering te brengen. In de wetswijziging willen de commissieleden onderscheid maken tussen twee groepen, namelijk overdrachten aan familie tot de tweede graad en overdrachten buiten de familie, de zogenaamde normale overdrachten. Wanneer wij kijken naar de dagelijkse praktijk, waar ouders een stuk perceel willen overdragen aan kinderen, kleinkinderen, en hoe moeizaam dat gaat, voorzitter, en daarom nogmaals het initiatief dat we waarderen, voorzitter, dat hier wordt gekozen om een stukje verlichting te brengen in de situatie. Maar deze verlichting betekent eveneens, voorzitter, dat er mogelijkheden ontstaan voor mensen. Dat er mogelijkheden ontstaan voor kinderen die nadat ze een stukje overgedragen hebben gehad, voorzitter, van oma, van opa, van vader, van moeder, voorzitter, dat ze misschien een eigen huis kunnen bouwen, voorzitter. Dat betekent, voorzitter, toename van woningbezit. Maar dat betekent ook, voorzitter, dat wanneer men ertoe overgaat om huizen te bouwen, er ook werkgelegenheid erbij komt kijken. Met de behandeling van de wijziging zegelwet heeft ook de behandeling van de ontwerpwethoudende nadere wijziging van de decreet uitgifte domeingrond plaatsgevonden. NDP-parlementariër Stefan Sang gelooft dat het wijzigen van deze wetten juist nadelig zullen zijn voor de staat. Ik ben van mening dat deze wetten aan de vooravond van de olie- en gasindustrie zeer nadelig zijn voor de staat. Simpelweg omdat we bijna zeker kunnen zijn dat de prijzen voor vastgoed sky high gaan worden. Ze gaan de lucht in. Het is mijn inziens zeer corruptiegevoelig als we gaan naar 25 hectare en ook nog overal in het land. Ik zie dit persoonlijk als accommoderen van ordinaire grondroof voor mensen die nu grote lappen grond in bezit hebben. Dank u wel. De Nationale Assemblee is gisteren begonnen met de behandeling van deze wetswijzigingen.